Maar in ieder geval dank ik jullie voor jullie aanwezigheid en voor jullie warmte voor de problematiek van mensen met een handicap. En ik wens jullie nog een boeiende namiddag toe. Dank u. Wat is de inclusiespiegel wel en wat is het niet? Dat zijn indicatoren waarvan we bij GRIP vinden dat die belangrijke informatie geven over gelijke kansen, over inclusie, maatschappelijke positie, participatie. Wat zijn de extra kosten omwille van de handicap die niet worden gedekt door de overheid? GRIP vindt dat die wel moeten gedekt worden door de overheid, want anders heb je een structurele aderlating op jou. Ik ben Bart. Ik ben 35 jaar, maar woon ook bij mijn ouders. Ik hoor het je al denken, dat is wel gemakkelijk. Maar veel keuze heb ik ook niet. Maar ondanks mijn diploma en mijn, denk ik toch wel, enorme motivatie, is het me tot voor kort niet gelukt om werk te vinden. En dan, ja, wil dat zeggen dat mijn woonlast 65% is van mijn inkomen. En dan wordt het integratie tegemoetkoming daar nog meegeteld, terwijl het eigenlijk er niet mag meegeteld worden. Mijn ervaring is dat beroepskrachten die mij aan een gewoon job zouden moeten helpen, dat die zich vastpinnen op mijn autisme en dan oogkleppen op hebben. En mij willen doorverwijzen naar een beschutte werkplaats. En deze neemt natuurlijk ook allemaal niet weg dat er nog steeds een significante groep van personen met een handicap niet bereikt wordt. En dat er, en dat vind ik ook nog wel een belangrijke, dat er ook nog heel weinig data beschikbaar is voor goed levenslooponderzoek. Waar dat toch voor de groep van personen met een handicap ook wel belangrijk lijkt. Ik denk dat het een heel belangrijk werkstuk is, in die zin dat er zowel in de sociaal-wetenschappelijke wereld als in de samenleving in het algemeen nog te weinig aandacht aan deze groep wordt besteed en toch wel aan hun vaak precaire situatie, doordat ze toch heel veel risico's, zowel sociale als andere risico's, cumuleren. Dus het is een zeer belangrijk werkstuk, denk ik, voor de toekomst voor de personen met een handicap. Maar het is niet zo dat we dus als studiedienst zijn overgegaan in die Vlaamse Statistische Autoriteit. En daarom zou ik toch kort daar iets over willen zeggen, omdat dat invloed heeft op de manier waarop we met cijfers zullen omgaan in de toekomst. En uiteraard ook kort ingaan op wat er van de gevolgen zullen zijn voor de handicapmonitor in de toekomst. Dit soort rapporten zijn zeker belangrijk, ook voor de overheid. Het is voor ons natuurlijk heel belangrijk om te zien hoe de positie en participatie van personen met een handicap evolueert. En we zijn zeker ook van plan om dat verder te zetten, dit werk. Wij gaan de komende jaren sterker inzetten op productie van statistieken. En daar hoort statistieken over personen met een handicap zeker bij. Omdat te blijven triggeren ook bij mensen. Het is staat met de participatie van personen met een handicap. Dat ik mij afvraag, is het ook nuttig?